We zijn op vakantie in Italië en achter mij ligt een heel mooi zwembad. Mooie gelegenheid dus om mijn zoon van 11 maanden te leren zwemmen. En dat wil ik doen met behulp van de zwemtrainer. Die geeft aan dat dit binnen 20 stappen kan. Tijd dus om met mijn zoon de instructies door te nemen. Oké, Huub, dit is belangrijk. Als je dadelijk met de zwemtrainer in het water ligt, dan treedt de kickforce reflex in werk. Ga mee met het instinctieve impuls en dan ga je vooruit in het water. Zodra ik kickforce roep, trappel jij je benen echt heel erg hard in het water. We moeten door 20 fases en we hebben 14 dagen, dus ik verwacht wel dat je een aantal stappen in één dag doet. Oké, let's go. Kom maar Huub, doe maar kickforce reflex. Met die benen, kickforce reflex. Rij vooruit. In het water, kom op, kickforce reflex. Doe maar, kickforce reflex. Doe maar zoals papa. Kickforce reflex. Kickforce reflex. Oké, laat die benen maar even voor wat het is. Doe maar borstcrawl. Borstcrawl. Kom maar. Doe maar borstcrawl. Met de armen. Met de armen. Doe maar. Ja, zoiets. Kom op. Iets meer initiatief. Iets meer actie. Doe maar een beetje spartelen dan. Gewoon los. Spartelen. Het drijven kan ook. Allerbelangrijkste. Dat je drijft. Oké, goed gedaan. Maar er is nog een hoop werk aan de winkel. Wel, dat zie je zelf ook wel, denk ik. Toch? Nou, we hebben nog 13 dagen. We gaan elke dag maar een beetje oefenen dan, hè? Ja, lijkt me verstandig.